Was je trouwens van slag met het besluit trouwens van RTL om de veegpiet te introduceren? Zwarte Piet bestaat niet meer. VVD is woedend. Kijk, RTL die moet gewoon het besluit nemen wat RTL wil. Daar zal intern over gesproken zijn. Maar de politici die rollen over je heen. Het enige nadeel aan het besluit van RTL, vind ik, is dat dat hysterische juffrouwtje Simons nu zo trots als een aapje door het land rent. Pas daar nou mee op. Ja, trots als een pauw. Want ik dacht dat we met Wilders het ergste gehad hadden wat mogelijk was in Nederland. Maar de politieke partij DENK is nog erger. Ja. Nee, die is inderdaad een beetje uitgesproken. Maar de uitspraak is zo trots als een aapje. Trots als een pauw bedoel ik. Ja, nee, ga het dan niet verder benadrukken. Ik probeer eroverheen te lullen. Maar het lukte me niet. Dat vind ik ongeveer het meest hypocriete, irritante wezentje van Nederland, die juffrouw. Oké. Okay. Ik zat laatst bij de Pauwers. Is ze van RTL gezellig. Of niet? Ze heeft elke tijd bij RTL gewerkt. Maar nu toch niet meer? Nee, nu is ze van de politiek. Heb jij al afstand genomen van Turkije eigenlijk? Sorry, dat is een inside joke. Die ik snap hem niet. Nee? Jan, jij wel? Nou, nee, maar Wilfred zat een keer bij haar aan tafel bij Pauw. En toen zat ze dingen te roepen en daar sloeg eens kut op Dirk. en even later, haar politieke vrienden, die zeiden precies wat Wilfred eigenlijk zei. En dat zat zij daar te ontkennen. Ja, Kuzu en Oost-Turk hebben helemaal niks met Turkije. Nee, die hebben absoluut geen band met Erdogan. Dus daar zei ik iets van. Toen vroeg ik aan haar, heb je er al afstand van genomen wat er gebeurd is met die staatsgreep? Heb jij er al afstand van genomen, zei ze toen. Ik zei, ho, ik ben gewoon sportpresentator van een onzinnig programma. Dus wat heeft dat er dan mee te maken? Ja, laten we wel wezen. Dit is louter onzin. Trots als een aapje heb ik net gehoord, terwijl het toch echt trots als een pauw is. Dus ik probeer toch nog even weer recht te lullen eigenlijk. Maar ik begin nou te twijfelen. Ja, maar waarschijnlijk waar het hart vol van is, loopt de mond van over. Ja, in jouw geval zeker inderdaad, ja. Maar even terug trouwens... Ze lijkt helemaal niet op een pauw. Nou. De poepdokter, hè? Gaat hartstikke leuk allemaal. Ja. En hij heeft 2 zeteltjes en niemand wil met hem samenwerken. Nou, misschien jouw vriendin. Ik kan dit beter niet doen trouwens. Laat ik dit nou maar niet doen, want dit loopt zeker op deze avond... Nou, ik wil er van hier, van deze gelegenheid wel gebruik maken om er van harte te feliciteren met die zeker... Die andere... Sylvana bedoel je? Die chocoladevriendin van me. Nee. Maar dat zou ongetwijfeld racistisch zijn. Ja, daarom. Dat is niet zo handig deze, inderdaad. Nee. Je bedoelt gewoon Sylvana gefeliciteerd. Dat wil je eigenlijk zeggen. Nou, ze heeft er heel hard voor gewerkt. En ze heeft er zelf wijsgemaakt dat ze Nederland ook wat te bieden heeft. Dat is een misvatting. Maar... Ze zit er. Ja, nou ja, ze heeft en met DENK willen ze niet samenwerken en met Modem niet. Maar ik had verwacht dat ze met haar ook niet samen willen werken. Want er komt ook alleen maar onzin uit. Ja, maar dat chocola was een beetje onhandig, maar je bedoelt... Nee, je moet niet altijd afzakken. Dat zeg ik en dat bedoel ik niet racistisch. Maar ze is mooi chocoladebruin en dat vind ik helemaal niet, racistisch. Nee. En als Nederland morgen over me heen valt... Ik dus eerst Sylvana Simons zitten kijken. Ja. En dat was nog erger dan ik dacht. Ik vond haar eng. Ik heb er nu geen woorden meer voor. Maar waar kwam dat door, denk je dan? Wat was het nou dat jou zo stoorde eraan dan? Nou ja, zij denkt nog steeds dat de hele wereld om Sylvana Simons draait. En ze is heel erg wel bespraakt. Ja, ze kan echt goed uit de woorden komen. Ze wordt omgeven door gekkies. Dat hele groepje eromheen. Bijeen, ja. Weet je wel, ik kon er niet één van serieus nemen. Die radioman. Die radioman kon ik wel serieus nemen met die reggae muziek. Het was zo verschrikkelijk, nee. Maar mijn vrouw die heeft hem afgezet, maar ik zat in mijn eigen verblijf te kijken. En ik denk, ik wil het helemaal zien. Ik ook. En het werd steeds erger. Het werd steeds gekker. Ja? Nou, maar ik heb hem afgezet. Het is gewoon een vrouwtje die gewoon de hele dag bezig is om mensen uit te leggen dat ze het bij het rechte eind hebben. Ja, dat zijn en dat al die anderen het niet bij het rechte eind hebben. Dus die zitten verkeerd. Ja. Maar dan denk ik, koop een hond. Sorry? Koop een hond? Ja, ga lekker op Scheveningen wandelen, man. Wat maak je druk om? Wat maak je nou druk om? Nou ja, het gaat er aan het hart. De hele dag, joh. En op alles, op ieder slag zout leggen. En dan komt er zo'n dronken student binnen... In een of andere hotel waar ze aan het vergaderen is. Die jongen die had de happy hour
Nou, dus serieus genomen, ja. Zeg maar. Die had gewoon 84 glazen bier op in het uur. Ja. En, dan gaat ze los op zo'n jongen. Die is dronken. Ja. En die bedoelde niks kwaads ermee ook. Nee, die deed geen vlieg kwaad. Die jongen deed niets. En die kreeg er dan van langs maar met een woordenstroom. Alsof die jongen haar beledigd heeft. Er was geen sprake van. Maar ze vindt het lekker, blijkbaar, om... Ja, iets te horen waardoor ze weer naar buiten kan komen. Op het moment dat zij ergens staat en er komt er een... en die dat valt niet bij haar in het pulletje wat die man zegt, wordt ze gek. Hmm. Maar als er een die staat, man met dat biertje ook. Die man met dat biertje ook. Ja, maar als er een staat die zegt van... Sylvana, zoveel respect voor je. Ja. Nou, dan zwellen ze daarin. Dan... Maar die hadden ze heel veel gevonden in deze documentaire film. Ja, ja, dit was absoluut. Die documentaire. Dit was een soort eerbetoon, een kritiekloos eerbetoon. Ja. Die mevrouw die dat gemaakt heeft, die moet een draai om de oren hebben. En dat Max het uitzendt, is echt onbegrijpelijk. EO was het toch, of niet? Ik werd er heel verdrietig van. Was het EO? EO, ja. Nou, dat is helemaal onbegrijpelijk. Ik werd er echt heel... Nou ja, bij de EO hebben ze toch nog wel... oog voor kwaliteit. Die maken wel afwegingen. Bij Max niet, bedoel je? Nou, Max die zendt vooral uit voor de wat oudere doelgroep. Ja, vond ik dit, dat vond ik dit precies. Ja. Ja, ik ben de doelgroep van Max. Alleen, ik hoor niet bij de ouderen die achter de geranium zitten. Nee, ja, bepaald ik niet. Hoor nog bij de ouderen die in de maatschappij staan. Ja. En daar moet ik zelf nog een omroep voor op richten. Ja, Johan gewoon. He? Ongetwijfeld. Maar het saillante is dat... Ze had op een cv van een of andere medewerkster had ze gezegd dat die mevrouw psychiater was. Ja. Dat gaf ze intern toe en er staan 100 journalisten buiten te wachten. En toen zei ze niets, weet je wel. En dat had ze gedaan omdat die cv iets te klein was die ze ingeleverd hadden. Ja, die had ze wat opgevrolijkt. Beetje verfraaid, ja. Nee, hoor. Ziekelijk. Ja. Behaagziek mens. Ja. Nou had ik sowieso nooit de indruk dat jullie echt fan van de waren. Nou nee, maar daarom bekijk ik het. Maar ik denk, zij is heel tevreden over deze documentaire, ja, waarschijnlijk. Zijn, ja. Want zij vond dat ze daar heel goed uitkwam. Ik denk dat de bevolkingsgroepen die nog twijfelden over haar, dat die nu om zijn. Tijl Uilenspiegel zei het vroeger al. Ze hebben een hekel aan mij, maar ik heb het erna gemaakt. Ja, maar toen jij jong was die net geboren, toch, of niet? Nou ja, de boeken van Tijl Uilenspiegel waren in... Jij kent ze toch ook wel, Tijl Uilenspiegel, Jan? Ja. He, als we Pietje Bel gehad hadden, dan namen we Tijl Uilenspiegel. Ja. Ja, of een Dick Trom. Nou ja, dat kan ik bij Jan wel weer vertellen. Dick Trom natuurlijk, ja. Ja, daarom zeg ik het. Ja, laat graag Dick Trom, ja. Je ziet al ergens anders over praten. Ja, het is een bijzonder kind en dat is het. Ja, dat is het. Ik heb een waanzinnig weekend gehad. Oh. Gerard Cox. Een fantastisch interview in het AD. Telegraaf. Ja. Of ik mezelf hoorde praten. Ja, dat dacht ik ook. Wat een verstandige taal, zeg. Ja, nee, ik zat er ook. Ik was heel blij dat Gerard dat zei. Ik heb het echt in één adem uitgelezen. Geestelijk helemaal onafhankelijk. En die zegt ook van, ik ben 78 jaar... ik laat me toch niet door een of ander trutwijf wegzetten als een racist. Wie denkt ze nou dat ze is? Ja. Nou, zo is het ook. Ja, maar dat ging over Gerard. Jij bent niet 78, toch al? Of nee, maar bijna. Oh. Maar ik ben dan 69, maar ik laat me ook niet wegzetten... als racist of homofoob of wat dan ook. Door de Sylvana van deze wereld. Want het is nu te gek voor woorden... dat ik in de 60e jaren strijd voor mijn vrijheid heb moeten voeren. En dat je nou... En dat alles mocht. En nu met terugwerkende kracht mag er niks meer. Iedereen wordt maar boos. Actiegroepen. Ja. Trutwijven die zitten te huilen aan stafels bij die talkshows. Het is echt weerzinwekkend, man. Ja, heb jij nog wat? Laat ze je show in de blote tokens gaan. Ja. Heb jij trouwens die beelden nog gezien bij Emma vooraf met die zwarte pieten, die roetveegpieten hebben ze niet, hè? Nee, die hebben ze bij ons niet. Echt, wij doen aan dat circus niet mee. Gewoon zwart pieten. Waren ze allemaal, joh. Bij, op school in Gollo ook, op de lagere school, gewoon zwarte pieten. Ja. Sorry, Sylvana. Ja. Nee, bij ons in het dorp was er ook niet eentje te vinden met roetveeg, hoor. Nee, dat doen ze niet aan. Heb je nog reacties op Sylvana gehad eigenlijk? Nou, ik las dat allerlei mensen de VARA-gids zich bedankt hadden. Ik heb ook de VARA-gids, dat stond ze op de cover. Ja. Maar dat vind ik wel een beetje hysterisch, hoor. Ja. En mensen die dan haar foto eraf trekken, dan denk ik, kom op. Kijk, ik vind het een vreselijk wijf, maar het is niet zo dat ik mijn abonnement opzeg. Nee. Maar die heeft zichzelf met die documentaire dusdanig neergezet dat heel Nederland...
Nederland haar niet meer serieus neemt. Nou ja, er waren ook mensen die heel enthousiast over waren daardoor, toch? Die nou, die ben ik niet tegengekomen. Nee, echt niet? Nee, niet, nou, niet, niet bij onze partij. Niet, nee, zou ik niet zeggen, bij het forum hoef je niet op te rekenen, inderdaad. Maar ik bedoel, in die documentaire zelf waren ze alleen maar mensen tegen. Ja, maar die wordt omringd door een soort hofhouding van gekkies die haar aanbidden. En zij speelt dan de koningin in het midden, weet je wel. En ze is ontzettend wel bespraakt. Ja. En daar maakt ze ook doorlopend gebruik van. Het lult maar door, het lult maar door. Ja, maar die ene jongen die werd gewoon toch geïntimideerd, of niet? Ja. He, die daar nee, maar die durft niks meer te zeggen. Zijn lichaamstal was intimiderend. Ja, hij was zo dronken als een tor. Ja, hij was dronken als een apel. Ja. Zeg dat dan. Hij viel bijna om. Ja, dat kan. Ja. Ja, maar je denkt dan toch van, als zij het alleen voor het zeggen heeft. Ja, wat dan? Dan ja, als je verkeerd kijkt dan. Ze hebben één. Nou, die ex van die Roland Kaan begon er laatst ook over. Ja, ja nee, maar dat meisje dat heeft één zeteltje in Amsterdam. Omdat ze wat stemmen in de Bijlmer heeft. En dat stelt helemaal niks voor, joh. Maar die heeft zichzelf wijsgemaakt dat ze een doelgroep heeft en dat ze wat voorstelt. Maar dat is een misvatting. Nee, daarvoor moet je bij het Forum voor Democratie zijn, toch? Of niet? Nou, daar zaten meer dan 2000 mensen in de zaal. Ja. Terwijl bij de VVD, die hadden een festival, er zat maar anderhalve paardenkop. Nou, dat bleek niet helemaal waar te zijn. Er zaten echt wel heel veel mensen. Maar dat riep namelijk Baudet, dit wat jij nu zegt. Nou nee, de journalisten die kwamen dus vanuit het VVD-festival daar. Ja, was wel dus Baudet die vroeg meteen hoeveel mensen waren. En die zeiden 500. En ik ben wel heel benieuwd of die irritante mevrouw Simons een plaats in de gemeenteraad krijgen in Amsterdam. Ja, met die bijeen, die partij. Ja. Dat is nu, uiteen is het inmiddels. Ja, geen idee. Dat vervelende, zelf ingenomen kreng. Ja. Nou ja, ik bedoel, je kan je ook een beetje normaal uitspreken, hè? Toch? Nou nee, maar ik hou het nou bewust heel netjes. Anders dan ben je een racist of weet ik veel wat je bent. Ja, nou ja, dat zijn wij toch niet met z'n allen hier in deze tafel. Nee, joh, gek. Kijk, dat geldt ook voor die leeuw. Ik bedoel, als je naar zo'n tattoo shop rijdt om zo'n grote leeuw op je rug te doen, dan moet je toch ook een keer een moment hebben dat je denkt, joh, doe het niet. Nee? Klein deeltje? Ja, klein hier leeuw, op de schouder gewoon? Leeuwtje, ja? Niet de hele rug? Nee. Ja? Dat is veel, hè, die hele leeuw, ja. Johan. Nee, jij hebt een klein dingetje hier gewoon, maar een hele leeuw was voor jou ook wat geweest. Toch? Een hele grote sigaar was wel leuk geweest bij jou. Ja, een hele grote weg. Nou, ik overweeg hier bloemen te doen en hier Sylvana. Laat ik een leeuwtje op mijn piemel doen. Die brult. Maar ik begrijp, dat slaat dan ook. Brult hij nog wel eens over? Ja. Je zit daar te kijken naar dat meisje, hoe heet ze ook alweer? Meisje waar we net over hadden, die voor het begin van de vaardigheid stond. Ja? Nee, Simons? Meisje Sylvana Simons bij de Wereld Rijdt Door. Ja, zat ze weer. Nou, en dan ging die eigenlijk Matthijs, die ging niet mee, omdat het piepkuikentje. Wat was zo erg? Ja, die had dat documentairetje gezien. Hè? Ja. Oh, dat is zo erg. Oh, het lijkt me zo erg om jou te zijn. En dan zie je ze helemaal zo gaat over mij. Ga door. Ja, zo graag over de zelf praten, joh. Die was zo ontzettend geil van zichzelf. Oh, man. Die is een hele dwelpauze geweest bij die Wereld Draait Door ook, joh. Met zo'n auto uit Friesland hebben ze laten komen, ja. Hij schijnt uit, kom op, man. Als wij wat over haar zeggen, want dan kan ze morgen weer ergens aan een tafel gaan zitten klagen. Mark, en dan iedereen van, oh, wat nee, erg. Maar die Mark Marietje, die zei ook, het lijkt me ook zo erg om in deze tijden jou te zijn. En dan zie je zo knikken van, ja, nee, dat is enorm zwaar. En dan zo'n muts ernaast die documentaire ja, die kreeg niks te vertellen, want het ging op dat moment over haar. Dat vond ze zo heerlijk, dat mensen moesten mond houden daarnaast, weet je wel. Maar jullie hebben dat helemaal niet, hè? Dat je vol bent van jezelf. Niet zo erg als jij, Wilfred. Niet zo erg als jij. Oh, je bent boos, Hans, heb ik wel weer. Nou, nee. Maar Vario Social, belangrijk natuurlijk. Ik lees iedere dag mijn boek, maar voor de rest valt het mee. Je kunt hem grote getallen nog steeds insturen. Via Veronica Seid heeft hij ook weer gedaan. Nee. Nog iets van Sinterklaas gekregen trouwens, Johan? He? Nee, de Sint is mij voorbij gegaan. Ja? Ook geen slecht humeur? Nee, helemaal niet. Nee? Nee. Moet dat dan? Ja, ik dacht, misschien heb je dat van gekregen. Niemand hier aan tafel die nog... Helemaal niet zelfs. Nee, niks meer gedaan? Nee. Doe je niet meer? Nee, maar als je geen kleine kinderen meer hebt... Ik heb natuurlijk kleine... Ik ben gewoon geweest. 5 december, cadeautjes brengen. Bij wie? Nou, bij die kleine van mijn zoon natuurlijk. Ja. Die is, oh ja, ja. Die bij, is je, die. Bij je zoon. Ja. En dan speel je ook Zwarte Piet of Sinterklaas op zo'n moment? We hadden Sylvana Simons gevraagd, maar die kwam niet. Geen zin. Die had geen zin. Nee. Nee, joh. Die wil altijd als veegpiet.
Nee, nee, joh, wat. Wij zijn geen Zwarte Pieters. Een feestje afgelopen woensdag toen die wedstrijd gespeeld werd. Huizenkamer vol natuurlijk, allemaal mensen uit Grollo, iedereen zat daar. Nee, koffie, hebben thee, limonade. Een feestje buiten de stad gevierd. Buiten de stad Grollo, ja? Ja. En waar ben je naartoe geweest? Nou, naar Utrecht. Oh, dat is het waar. Ja, ja, de kinderen opgezocht, hè. Lekker, man. Goed, maar je hebt de wedstrijd dus niet kunnen zien. Ook nog... Ik heb s'avonds tot diep in de nacht zitten kijken. Want ik vond het echt een interessante wedstrijd om te zien. De koninginjarig heeft natuurlijk even gebeld. Bea, even, Bea, hoe is het vanuit? Nou, mijn vriendin is jarig, zag ik. Sylvana Simons was dezelfde dag jarig, ja. 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 Die is gelijk met mij jarig. Ja. Even gebeld met elkaar, neem ik aan. Even uitgewisseld, leuk. Hè? Toch? Nee. Nee, je was net heel genuanceerd ook over haar voor het programma. Ik vind het een gevaarlijke hysterica, ja. Wil je het straks nog over Sylvana of zeg je niet doen vandaag? Nou ja, spuit 11 geeft modder, hè. Oh, dus je wilt er wel even over praten? Nou, nee, maar... Nee, maar als je niet wilt, moet je niet doen. Ze heeft me een leuk filmpje gestuurd. Oh, oké. Okay. Ja? Daar komen we zo op terug. Ja, dat zul jij leuk vinden. Ja, ik hou niet van filmpjes, maar Sylvana wel. Ja? Oh, ja, die probeert toch toenadering te zoeken. Oh, je staat dezelfde dag jarig ook natuurlijk. Dus je hebt wel iets gemeen. Is dat zo? Ja. Nou, en toevallig kreeg ik net een uitnodiging voor de boekpresentatie van een boek van Lex Harding. Dat is een man uit de radiowereld. Ja, die ken ik, ja. En we hebben een receptie in Bussum. En Sylvana is er ook, want die overhandigt het eerste boek. Oh, dat wordt een reunietje. Dus misschien dat ze dan eens persoonlijk kennis kan maken met die boze blanke man. Het is natuurlijk een vreselijke hysterica die aandachtziek is, die iedere microfoon en ieder podium aangrijpt. Want eigenlijk, het beste kunnen we haar laten lullen. Die zit daar als eenmansfractie. Ze zit daar gewoon, ze strijkt er presentatiegeld op. En voor de rest heeft ze geen enkele invloed. Laat lullen, joh. Ja, maar het is wel heftig natuurlijk. Kijk, zelfs als zelfs Denk er al afstand van neemt, dat gedachtegoed, weet je wel. Normaal gesproken trekken die boeren. Ja, maar het is iemand die zo ziekelijk is om alles op zwart en wit te betrekken. En ze zegt gewoon... En dat ontkent ze dan weer, van dat zwarte jongeren reden hebben om bang te zijn voor de politie. Of om neergeschoten te worden. Of dat de Nederlandse politie zomaar zwarte jongeren neerschiet. Wat is dit voor een onzin, joh. Ja. Maar ik kijk er niet van op als ze vanavond weer bij Jinek zit... en als ze weer ergens anders aan die tafel zit. Want met z'n allen geven we ook haar alle ruimte om die onzin uit te braken. Nou, ik denk dat zij in de positie is dat... Ik adviseer haar eigenlijk om eens wat professionele hulp te nemen. Want ik denk dat ze niet helemaal spoort. Al dus Johan Derks. Ja, dat is een optie. Al dus de amateurpsycholoog Johan Derks. J. Derks, inderdaad. Ja. Trouwens, ik begreep dat er wel een leuk filmpje van jou was met Sylvana samen, toch? Ja, nee, maar we werken ook wel eens samen. Toch wel, hè? Jawel. Ja. Nee, die kwam net binnen, dat filmpje. Leuk, man. Hey. Dat is leuk, dit. Ja, leuk. Ja. Kijk hem zitten. Ja, ik vind dat grappig. Ja. Ja. Hij is een leuke film. Ja. Maar eigenlijk zou het ook zo moeten zijn, al die ruziemannen onderling, wat de gedoe allemaal. Als je haar ziet bij Lex Harding, moet je proberen toch iets van vrede te stichten. Dat zou mooi zijn. Nee, ik heb geen enkele behoefte om ook maar welk contact te hebben met die mevrouw. Nee? Hey joh, abonneer even.